Dat zijn dus Duitsers die in Maastricht in het Engels iets gaan studeren. Juist. <laughs> ja. Nou, daar geef ik echt geen cent voor. Geen <laughs> cent. Met verlossen. Kunt u mij horen? En dan zitten we ineens in aflevering 400. En gewoon alsof er niets aan de hand is. Business as usual. We gaan het hebben namelijk over de toestroom van buitenlandse studenten naar Nederland. Dat moet namelijk aan banden gelegd worden. Vindt ook de minister, Dijkgraaf. En in een bijzinnetje van dat bericht stond ook nog wel iets interessants, namelijk: Nederlands moet de hoofdtaal blijven op universiteiten en hogescholen. En daar vindt Maarten wel wat van. Dat hoor je zo meteen. We beginnen eventjes met uh, het spioneren door de Russen en de Chinezen: heel gevaarlijk allemaal. Ja, en ja. en uh, de Russen die rijden allemaal met, uh, of met, varen met schepen over de ja, Noordzee. Ja, die brengen die, uh, die kabels in kaartje. Ja. Ja, dat is niks tegen, dat mogen ze doen. Nee. Ze zijn wel jaloers op die kabels van ons, weet ik veel. Nou, ze hadden één kabel ook kapot gevaren. Hè? Daar hadden ze 300 keer overheen gevaren. Oh, maar ja, dan is het zaak dat ze aangepakt worden, lijkt mij. Je ging naar Spitsbergen. Echt als ze gaan kloten met die kabels, dan mogen ze, wat mij betreft, schieten we er gewoon op. Ja, dat is uh, vrij, vrij duidelijk, lijkt me. Had je niet die uh, man met dat geweer, die Rus met dat geweer op dat schip gezien? Van die, uh, volgens mij waren het uh, mensen uit Denemarken of Zweden die een reportage hadden gemaakt. En die waren in zo'n bootje de, de Noordzee opgegaan. En toen kwamen ze zo'n Russisch schip tegen dat lijkt dan een gewoon ja, vrachtschip nee god ik wat de foto's die ik gezien heb waren zogenaamde vissersschepen waar maar 10 miljoen antennes op stonden ja. je denkt van nou en de man met een geweer liep rond ja. op het dek ja ook intimidatie zou ik zeggen nogmaals als ze gaan kloten met die kabels zou ik zeggen schiet ze gewoon naar de bodem van de zee ja dat is, dan vragen ze zelf om moeilijkheden ja dat klopt ik kan me niet voorstellen dat ze een dergelijke incident wensen te veroorzaken nou, maar ze brengen natuurlijk die kabels niet voor niks in uh, kaart. Nee, dat begrijp ik. Ook om ons te intimideren weer. Zo van kijk, dat kunnen wij doen. Maar als ze dat met die kabels gaan voezelen, ja, dan vind ik dat we keihard moeten optreden. Echt zonder. Ook, ik neem aan dat dat zullen ze niet in de krant zetten. Dat zou wel gewaarschuwd zijn. Als je gaat kloten met die kabels, dan gebeuren er hele vervelende dingen. Dus ze kunnen je de infrastructuur qua telecommunicatie helemaal stilleggen, hè? Dat zou ze eventueel kunnen doen en dat is het zaak dat we daar keihard tegen optreden. Echt zonder enige vorm van uh, sympathie, vergevingsgezindheid of, of wat dan ook. Wat denk je dan aan? Geen idee. Ik bedoel, dat is mijn taak niet om dat te verzinnen. Maar wij zijn in alle denkbare opzichten superieur aan dat stomme Rusland. Als nou iets gebleken is dat, dat heel veel van die praatjes over Rusland volkomen onjuist bleek te zijn. Ook die geweldige, ongelooflijke Sarajevoer. Die ze dan tegen de Oekraïne zijn begonnen. Ja, die was er ook wel. Maar daar viel, dat viel allemaal ook nogal tegen. Nee, als ze ons, als ze ons eh, eigenlijk eh, aanzienlijke schade toebrengen. Terwijl wij helemaal niet in oorlog met ze zijn, want dat zijn we niet. Eh, dat is de Oekraïne. Die helpen wij, ja, dat is dan weer wat anders. Dan moeten wij, nogmaals, tegen Rusland, dat is naar mijn idee vrij duidelijk. Moet je gewoon keihard optreden. zo. Daar ben ik vast van overtuigd. De enige taal die ze spreken. is dat je ze in een enorme dreun verkoopt. Maar vind je dit nu allemaal kenmerken van een nieuwe Koude Oorlog? Nee. Een nieuwe Koude Oorlog heeft heel iets anders. De Koude Oorlog was een, was een twist tussen de twee grootste mogendheden. van dat moment uh, op de planeet. die allebei uh, tot de tanden gewapend waren met nucleaire wapens. Ja. Uh, die bovendien een zeer omvangrijke. laten we zeggen, proxy situatie creëerden. doordat er dat ze overal in de wereld met elkaar, nou, hoe heet dat, via via, via de guerrillas of wat dan ook, met elkaar in strijd waren. En het huidige Rusland stelt natuurlijk in relatie tot de Sovjet-Unie niet bij veel voor. Dat, dat is het grote probleem van Poetin, dat hij terug wil naar iets wat er ooit was. Namelijk dat hij samen met de Verenigde Staten in deze wereld de, de lakens uitdeelde. Maar ja, economisch hebben ze natuurlijk ingrijpend de boot gemist... Dat is de hoofdoorzaak dat de Sovjet-Unie in elkaar gestort is, natuurlijk. En bovendien is er een andere communistische mogelijkheid opgekomen. die economisch bepaald niet de boot gemist heeft. Maar die de economisch de boot zou kunnen missen. wanneer ze, laten we zeggen, ik noem maar wat, Taiwan zouden aanvallen. Ja, in China bedoel je daarmee. Ja. Die hebben gezegd: in 2050 wilden wij de leidende macht zijn in de wereld op alle fronten. Ja, dat kunnen ze makkelijk zeggen, maar ik geloof er niks van. En alleen al demografisch zitten ze met zulke gigantische problemen, dat ik dat allemaal niet zo zie gebeuren eerlijk gezegd. Je bedoelt meer ouderdom, meer bejaarden. Ja, en daar komt een tweede punt bij, dat ik helemaal niet geloof in de effectiviteit van dat type van strakke dictatuur. Je hebt daar vaker over gehad, zodra een land moet worden geregeerd via Xi Jinping thought, nou dan weet je wel dat er van alles mis is in dat land. We zijn aardig gevecht toch, met die, met die leidende rol in de wereld. Uh, nou, daar ben ik helemaal niet met je eens. Mm. Het is zoals ik al eerder heb uitgelegd: het is één van de grote spelers op de wereldmarkt. Maar één van de grote spelers, niet de grootste speler. Ook naar mijn idee niet, de, niet qua perspectief ooit de meest dominante grote speler. Daar komt bij dat het natuurlijk wat betreft soft power niet zo verschrikkelijk veel voorstelt. Dat, daar, daar geldt natuurlijk dat het Westen als soft power producenten veel interessanter is. Ik ben ook wel geneigd te zeggen, het is niet alleen Amerika, het is het Westen in brede zin. En in relatie daarmee, stelt, stelt China, is China in ieder geval niet dominant. China is ook niet dominant in de wetenschap. He? Dus ik, ben, ik zie dat helemaal niet. Ja, wij, wij vinden het fijn om onszelf bang te maken. He? De bekende paniekzaaiers, die zijn natuurlijk altijd present. China, wereldmacht, kom op joh. Kijk, wat, wat, het probleem van China is in feite dat in feite, de partij handelt in partijbelang en niet in nationaal belang. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zo'n nieuwe zijderoute en... Uh, de... Nou, hartstikke handig. Wat, wat hebben we daar tegen? Hoeven wij het niet te betalen dat ze daar een nieuw spoorwegnet net aanleggen? Voor ons... Uh... Spoorwegnet eindigt ook in Rotterdam, bijvoorbeeld als een van de takken eindigt in Rotterdam. dan nou, hartstikke fijn, dank u wel. Ik heb er niks tegen. Hoe gaan ze dat? dat gaan ze dan zeggen van ja, als jullie hier niet aan G.I. in geloven, dan wordt het de zijderoute afgesloten. Ik zou zeggen prima, leuks. Dan moet je die, die, die plastic sandalen ergens anders zien te verkopen. Het gaat natuurlijk om de economische afhankelijkheid ook met het land. Die je op, ja, we zijn uh, economisch tot op zekere hoogte wel afhankelijk van ze. Maar zij zijn nog veel afhankelijker van ons. China is een heel ander land dan Rusland. Dat moet toch ook eens een keer. Ik heb dat al honderd keer uitgelegd, maar goed. Het is een heel ander land dan Rusland. Rusland is, een, is een, in, in allerlei opzichten een licht autarkisch land. Weliswaar iets meer geëngageerd met de wereldmarkt dan het vroeger was, maar toch. China's opkomst en China's aanwezigheid in de wereld is puur afhankelijk van het feit dat China een participant is in een wereldomspannend handels- en productiesysteem. Eh? Dat Foxconn 60.000 mensen activeert om, om iPhone's in elkaar te piemelen. Eh? Dat is wel omdat die onderdelen komen, weet ik veel, uit, uit tientallen landen. Het ontwerp is van Amerikanen. Het, het moet wereldwijd verkocht worden, anders kan. Kortom, kijk nou eens naar, naar de, de verwevenheid. Kijk nou eens naar de rol die China speelt in dat, in dat wereldhandels- en productieproces. Daarmee is China precies even afhankelijk van ons als wij van China. Iedereen is afhankelijk van dat systeem. We vinden niet kwalijk dat ze hier geheimen stelen door te, door te spioneren. Nou, ik moet je eerlijk bekennen, dat doet iedereen. Dus dit, dat is, ja, je kunt zeggen het is veel erger als Chinezen doen dan wanneer Amerikanen doen. Maar ik weet niet of ik dat dan wel zo verschrikkelijk veel erger vind. Industriële spionage is zo oud als de wereld en ook feitelijk niet te voorkomen. Want ja, je kunt altijd, dat is een bekend feit, dat automobielfabrikanten kopen zo'n ding van de concurrenten en dat halen ze uit elkaar. Hoe heet dat ook weer? Dat is de, de, niet de re-engineering, uh, backwards engineering. Nou, daar is een of andere term voor. Ja, wat moet je eraan doen? Je kunt ook zeggen: wat fijn, kennelijk hebben we iets gemaakt wat ze maar zeer op zijn. Neem zo'n oudetje. Dus als ik jou goed begrijpt, ben je helemaal niet bang voor de Chinezen. De nee, de Chinezen. ik ben helemaal niet bang voor de Chinezen. Nee. Veel Nederlanders, wel ook wetenschappers en ondernemers ja. en politici. Ja, dat komt omdat ze het fijn vinden om bang te zijn. En bovendien, vaak hebben ze er belang bij om bang te zijn. Want dan worden ze beter gefinancierd en dan wordt er beter naar ze geluisterd. En... Dus ja, ze vinden het interessant om bang te zijn. Net zo goed, het systeem ze deze zelf het ook weer fijn vinden om bang te zijn voor ons. He, die systemen, die laten we zeggen, die tegenover elkaar staande angstsystemen. die, die zijn heel profijtelijk voor degenen die leven van angstsystemen ja, denk aan de Amerikaanse Defensiebudget. Hè? Je weet dat al jarenlang sinds Sint Juttems, tegen de tijd dat het Amerikaanse Pentagon budget in behandeling wordt genomen in het congres, lees je ineens in de kranten. Gruwelijke wapens die ontwikkeld zijn in China, die van een ongekend superieur karakter zijn. En als we dat niet op een of andere manier iets tegen doen, dan zullen er ontzettende dingen dit werden. Ja, dan begrijp je wel dan kunnen er altijd wel weer een paar honderd miljard bij. En wie plaatst die, uh, die, die stukken dan? Of wie komt dat achter de schermen? Uh, nou ja, dat wordt, uh, de pers is daar natuurlijk ook gek op... van dit soort van stukken. Ja, maar die moeten gevoed worden door iemand. Ja, dan heb je natuurlijk al die, al die instituten... die strategische studies uh, oh, ja. uh, ondernemen... Uh, en geopolitieke analyses uitvoeren... Dus ja, dat is natuurlijk een enorm interessant systeem van wederzijdse bangmakerij. En dan moet de pers gebruikt dus. Kijk naar de Koude Oorlog, die is nou afgelopen. Dus nu kunnen we een beetje analyseren wat een totaal overbodige onzin dat grotendeels geweest is. Dat conflict had vanaf 1955 door verstandige mensen, zonder al te grote problemen, had dat geschikt kunnen worden. Dat had het, nogmaals grote geopolitieke conflicten. Hebben ook winnaars. Hebben, hebben, nou, het, het is vaak voordelig om, om te zeggen dat. Oeh, wat een gevaar. Net zo goed als de, als de AIVD en, en andere organisaties. natuurlijk ook. Eh, in de tijd van het communisme. dat we in Nederland ook een hele erge communistische dreiging was. is er nooit geweest, natuurlijk, dat begrijp je wel. De communisten die begrepen er allemaal geen kloot van. Nee, dus ik ben daar helemaal niet van onder de indruk, eerlijk gezegd. Ik slaap er geen haar minder, ik heb pas vaker gezegd lekker lekkere dak groter dan die Chinezen. Die Chinezen zelf zijn denk ik ook vrij realistisch. Ik begreep dat ze eigenlijk onder de directe oppervlakte van verontwaardiging al, al allerlei signalen uitzenden. Jongens, blijf vooral investeren en je kunt het rustig doen en het, wordt, het zal zo vaak niet lopen, enzovoort. Waar heb je dat gelezen? Geen idee. Zoals je weet, ik vergeet altijd waar ik iets gelezen heb. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus jij zegt maar dat... ik verzin het niet zelf. Ik wil dus duidelijk dat dit niet een product is van vrije nieuwscharing door mijzelf. <laughs> nee, maar dat is dus en een. Ik zie het, ik zie, laten we zeggen, de, de, het, het wurgcontract wat de Chinese Communistische Partij met de Chinese bevolking heeft gesloten. Als op, op de structureel, op de lange termijn, als een enorm nadeel. Laten we niet vergeten dat die fantastische bloei van China als productiemogendheid. Dat we te danken hebben aan het feit dat ze, Deng Xiaoping en zijn club, in feite het westerse investeerders en, en investeerders uit Hongkong en Taiwan alle ruimte hebben gegeven om te doen wat ze graag wilden doen. Zonder, Chinees, zonder dat ze door al die, die, die Mao tse achtigen en Xi Jinping achtigen voortdurend op hun vingers werden gekeken. Vandaar dat het zo'n achterbak, zo is dat ze natuurlijk Hongkong zo lullig aangepakt hebben. Ze hebben ontzettend veel te danken aan Hongkong. Voor, voor China zelf is het veel voordeliger, de huidige positie van Taiwan, dan een eventuele incorporatie in China. Want je begrijpt wat dat het dan met TSMC ook gauw afgelopen is. Hoezo dan? Nou ja, die, die, die zullen geen opdrachten meer uit het Westen krijgen. TSMC produceert dus in zijn pier 60% van alle complexe chips in de wereld. Nou, je begrijpt wel, dat als dat, dat, dat geïncorporeerd zou worden, ik zwijg nog even van oorlogshandelingen. die wellicht sowieso tot het verdwijnen van de fabriek zouden leiden. maar gesteld dat dat niet gebeurt, dan is er natuurlijk geen enkele westerse opdrachtgever. Daar leeft die fabriek van, van westerse opdrachtgevers. Ja. Dus die azml die wij ook wel eens gesproken hebben. die ons berichten sturen dat ze in Taiwan zitten, die gaan er dan niet meer naartoe? Nee, natuurlijk niet. Dat zit, dat zit er dik in. Als Taiwan bezet zou zijn en. Nou ja, daar ontwikkelt zich een onaangename militaire bezettingssituatie. Ja, natuurlijk, daar zal de ASML niet bijster in geïnteresseerd zijn, mag ik aannemen. Maar dit is een van de redenen dat China Taiwan natuurlijk wil hebben, doordat dat bedrijf daar leeft. Ja, maar het gekke ronk is dat als ze het zouden hebben, is tegelijkertijd het voordeel opgeheven. Dat is natuurlijk vrij suf, toch? Dus ze kunnen het beter zo laten zoals het nu is? Ja, natuurlijk. Dat zullen ze ook wel doen, denk ik. Maar daarom, dat, is, dat denk ik. Ja. Dat denken allerlei andere mensen niet. Bovendien, nee. ik, ik zou zeggen, kijk eens naar nou hoe Taiwan in elkaar zit. Ik bedoel, nou ja. geografisch heb ik alles al uitgelegd. Hoge bergen. Ja, dat is amfibisch. Is dat, is dat geen, geen simpele klus? Bovendien, bij mijn weten, heeft China helemaal geen omvangrijke amfibische mogelijkheden. Kijk eens wat een moeite de geallieerden hebben moeten doen in de Tweede Wereldoorlog om die landing in Normandië uit te voeren. Hoe heb je... bangmakerij. Kom op, jongens. Ja, het is natuurlijk voor die lui ook een voor... Ook de jihadisten zijn weer terug, toch? Dat heb ik niet gehoord. Jawel, jawel, jawel. Wie heeft dat gezegd? Nou, dat is het, dat, dat, dat het gevaar bepaald niet geweken is. Heet, want dat was ook in, 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 in combinatie met die honderdduizenden complotdenkers. Oh, je hebt gelijk, ja, dat waren ook die rapporten. Dus... Waardoor natuurlijk onmiddellijk allerlei mensen schreven... dat die honderdduizenden complotdenkers niet een hechte organisatie zijn, nietwaar, met... Een voorzitters en een bestuur, maar dat dat, dat natuurlijk een, ja, een hele groep hoofden is van alle, logen, alle mogelijke allooi ja, Die je die, die, die niet ja, als je zo leest, honderdduizend complotdenkers, denk je al, oh, gauw, dat zal me een petje op hebben en uh, niet waar we een beginselverklaring hebben ondertekend. Nee, natuurlijk. En allemaal jongeren die via TikTok. Uh, ja, het is gewoon een rommeltje, joh. Die werden geworven ja, voor rechtsextremistische. Uh, de, de kansen dat daar, dat daar gewelddadigheid uit voorkomt, zijn minimaal, naar mijn idee. Ze werden het wel gepresenteerd. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat is dus ook je... bewust. Dat is ook strategie. Ja, dat zit denk ik wel een element van uh, uh, opzettelijke bangmakerij in. Dan hebben die organisaties toch, dan doen ze toch niet de taak die ze moeten doen, namelijk Nederland veilig houden. Dit is een beetje, beetje telegraafstijl wat ze dan doen. Ja, dat denk ik denk het, maar ze hebben natuurlijk ook met budgettaire problemen. Dus ze moeten wel uitleggen, en ze moeten wel in een situatie zichzelf manoeuvreren waarin ze kunnen zeggen. Ja, op deze manier kunnen wij Nederland niet veilig houden. Dus we hebben meer er geld nodig? Er zijn honderdduizend complotdenkers. Nou ja, dan rekenen ze even ja, uit. Ja, okay. We wonen allemaal samen in Amersfoort. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk, als zij zeggen, nou het gaat eigenlijk wel lekker met Nederland. Hè? Iedereen doet lekker zijn ding. Er is niet echt een dreiging. Dan zegt misschien het kabinet wel, nou mooi, daar kan er ook nog wel wat geld vanaf. Het zou best kunnen. Ik denk dat het uh, ruim gefinancierd wordt. Ik weet niet of dat echt dringend noodzakelijk ja. is. Ik zeg helemaal niet, let op dat, dat in Nederland alles tip-top in orde is. We hebben al die. Nee, nee, nee. Uh, de overheid worstelt met een hele reeks van dossiers. die ze allemaal zelf veroorzaakt hebben. zonder dat ze er veel aan kunnen doen, kennelijk. Precies. Maar ik noem even het voorbeeld, omdat ze natuurlijk meer budget willen. Daar begon jij over. Ja, ja. nou ja, ze zijn toen na 9-11 is dat budget enorm geëxpandeerd. Dat is toen Al hadden allemaal uh, een paar jaar volgens mij al flinke spijt van. dat het zoveel meer was geworden. Toen is het iets teruggedraaid. Ik weet niet. Ik heb geen idee wat het budget nu is. Maar dat het, dat het meer is dan dringend noodzakelijk is, daar ben ik vrij zeker van. Ja, hoor je toch ook bij bedrijven dat aan het einde van het jaar het budget op moet? Want als ze het niet, niet opmaken, dan wordt het jaar daarop het zeker. budget kleiner. Ja, dat was bij de universiteit ook zo. Je moet je centen wel opmaken. Wat gingen jullie er dan van doen? Want soms worden er dan nutteloze dingen uitgegeven. Dan ik dan. heb geen idee. Ik weet werkgroepjes geven waar niemand komt. Ik heb geen flauw idee. Nou ja, dat ze gaan daar wat betreft de universiteit nu op de rem staan wat betreft de buitenlandse studenten. Ja, vind je daarvan als uh, toch wel uh, onderwijsliefhebber? Ik heb daar alle begrip voor. Sterker nog, ik, ik, als ik het goed heb gelezen, had Dijkgraaf gezegd dat het tijd werd dat ook het Nederlands weer centraal stond als de taal die gebruikt wordt in het universitair onderwijs. In plaats van Engels. Ja, en daar sta ik 100% achter. toch een beetje een naïeve opmerking? Helemaal niet. De wereld is een dorp. Dan moet je toch gewoon Engels praten? Ja, dat doen we toch ook. Als het nodig is, niet als het niet nodig is. He? We leiden Nederlandse studenten op die allerlei functies gaan vervullen in Nederland, waar je helemaal geen, geen vloeiend Engels spreker hoeft te zijn. Nee, maar er zijn heel veel bedrijven waar Engels sprekende mensen werken of mensen uit andere dat landen. Dat is zeker waar, maar met de, met de praktijk leert dat dat mensen vrij snel leren hoe je in Nederland in het Nederlands moet rijden. Dat is voor A. En B is daar waar het noodzakelijk is om Engels te spreken. Yes, dat heb je dat binnen drie maanden, heb je voldoende Engels onder de knie om dat te doen. Maar het geven van onderwijs in het Engels door een non-native speaker aan non-native speakers, dat is uitgebreid onderzocht en dat is niet bijster effectief. Waarom niet? Omdat het gewoon gekluns is, taalkundig gekluns. Eh? Ja, god, die weet die, die, het bij stieke, nee, Amerikaanse taal- en letterkunde. Dat studeerden wel al studenten af die dan tegen zo'n beetje een historisch thema aanleunden. En die vroegen altijd: mag ik het in het Engels schrijven? En dan zei ik altijd: ja, je mag het in het Engels schrijven, maar het moet ook wel behoorlijk Engels zijn. Nou, nou daar weet je niet gelukkig van, van dat Engels. Hè? Wat las je dan? Nou, ja, Pruts-Engels. However, however Engels. However. Eh. Ja, precies. Dus nee, dit, uh, ik, ben, ik, ik was erg blij dat Dijk, bovendien Dijkgraaf, die nota de directeur is geweest van het Instituut for Advanced Study in Princeton, dat hij zoiets verstandigs zei. Daar keek ik van op. Kijk, als je zo goed bent dat je, dat je uh, in Stanford aan de slag kunt in een research team, dan garandeer je, dan spreek je ruim voldoende Engels. Oké, okay, maar even om jou goed te snappen: wat is nou een studie die echt in het Nederlands moet en wat kan eventueel in het Engels? Ik zeg, als je het in het Engels gaat doen, dan wil ik ook graag uh, uh, native speakers die dat doen. En, en niet Nederlanders die dat typische gebrekkige Dunglees. Nederlanders spreken. Ja. Dus dat, dat, dat zou ik dan willen. Maar je kunt toch ook in slecht Engels wel iets goed uitleggen? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat is de, uh, hoor, hoor, hoor hoe dit klinkt. In <laughs> slecht Engels iets goed uitleggen. Dat, dat klinkt al, al, daar is al iets, iets grondig fout aan. He? Ik voelde me altijd gebrekkig in de Verenigde Staten. Ja, maar dat komt omdat jij natuurlijk een studie helemaal in het Nederlands hebt gehad. Stel dat het helemaal in het Engels was, dan was je daar al op voorbereid. Ik ben toch bij dat ik niet een hele studie in het Engels... Ik zou niet weten, trouwens, van mijn docenten. Daar was er volgens mij geen één bij die, die werkelijk behoorlijk Engels sprak. Oké, okay, hoe zou dat dan geheten hebben? History lessons? Ik heb geen idee. Hmm. Nee, dus ik vond, ik was erg blij met Dijkgaaf. Ik hoop dat dat een beetje doorzet. Maar als ik nu naar de jonge generatie... Want nu ging het er natuurlijk eigenlijk om dat die last van die 115.000 studenten... die uit het buitenland komen... dat die langzamerhand wel een beetje zwaar te torsen is. Feitelijk financier je als Nederlandse overheid... het universitair onderwijs van allerlei mensen uit Europa, in ja. Europa. En die, gaan, die komen even studeren en daarna ja, gaan ze weer Ja, precies. Zo is dat maar. Ja, nee. die geven hier ook wel weer dingen uit. Die gaan hier op kamers, die gaan hier ja. naar de film. Nou, ik moet zeggen zou zeggen van het uitgavenpatroon van die buitenlandse studenten ben ik niet van onder de indruk. Nee, misschien die van de studenten maar wel van de ouders. Ga eens in Maastricht kijken hoeveel Duitsers daar zitten. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar of dat ook zo effectief is, want dat is nu hebben het ineens over Duits. Dat is dan weer wat anders. Nee, 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 dat zijn Duitsers die naar die wordt Dat studie zijn die de gens... Duitsers die in Maastricht in het Engels iets gaan studeren. Juist. <laughs> ja. Nou, daar geef ik echt geen cent voor. Geen <laughs> cent. <laughs> Marianne Letschert is de presidenta van de, van de universiteit. Ik denk dat die er niet blij mee is. Nou, dat denk ik vast. Het zou wel niet. Maar ze moeten eens goed nadenken. Want dat is Wij voor hun... wonen in Nederland. En in Nederland is het normaal dat je uh, in Nederland spreekt. Het overgrote deel van onze universitaire abiturienten gaat ergens een heel normaal beroep uitoefenen in de samenleving. Waarvoor uh, kennis van Shakespeare niet, of niet noodzakelijk nee, is. Bij de gemeente Boksel. Precies, dat heb ik al eens uitgelegd. Die wordt personeelschef bij de plantsoenendienst in Roemont. <laughs> ja. En er is geen enkele reden waarom hij uh, zijn uh, taken in het Engels zou moeten uitoefenen. Altijd Roemont, Bokstel, Budel, <laughs> die komen altijd terug. Ja, misschien moet ik eens dus wat anders verzinnen. Cicerck, Adele de of zo, of, of zoiets. Maar voor die universiteiten zijn die buitenlandse studenten dan een hele belangrijke bron van inkomsten. Ja, zeker. Wij, wij krijgen altijd extra geld als we een, een cursus in het Engels deden. Maar ik deed het niet graag, want stom bevelend. Hmm. Ik had altijd het gevoel dat ik, dat, ik, dat ik met, laten we zeggen, geestelijke handboeien aan ja. college moest treden. Maar toch begrijp ik het niet helemaal, want je bent wel voor Europa. Nou, wat is er nou mooier dan uh, Europa leren kennen door op een universiteit te zitten met mensen uit alle landen van hey, de Europese Unie? Daar ben nou enorm voor. Ik ben er hartstikke voor. Maar eh, dat wil zeggen, eh, in beperkte mate. Wat is dat? Heeft u dat al uitgelegd? Wat is dan beperkte mate? Nou, ik vond die 115.000 ook wel een vrij eh, fors aantal. Is dat op jaarbasis wat we aan het buitenlandse studenten... Ik weet het dan. Ja, ja. Dat was het getal wat in het artikel genoemd werd. Oké, okay, en op hoeveel, op hoeveel studenten in totaal dan? Stond het er ook bij? Een percentage? Ik weet niet wat, hoeveel universitaire studenten we hebben. Okay. Maar het was een fors percentage. Daar kwam het wel op neer. Ja. Maar goed, dus ik vind dat dat uh, moeten we dat. Uh, je hebt die Erasmusbeurzen, daar ben ik een groot voorstander van. Ja, laten we dat vooral doen. Maar het, het, het moet wel binnen redelijke grenzen blijven. En de vraag is wel hoeveel Nederlandse studenten er in Aken zijn, of in Sevilla, of in Bologna, of waar dan ook maar. Het kan best zijn dat ze speciaal naar Nederland komen, omdat wij hele gunstige condities hier gecreëerd hebben. Namelijk dat het niet zo verschrikkelijk veel kost. En toch kennelijk algemeen beschouwd wordt als redelijk effectief. Ja. We hebben het eerder over Lund gehad. Aan de Lund University in Zweden is de studie helemaal gratis. Ja, nu ken ik toevallig wijze iemand die in Lund gestudeerd heeft. Overigens een, een, iemand die in Delft studeerde. Die heeft daar ja, een soort, soort iets, iets gedaan, ik weet niet precies wat. En die meldde dat het een van de minst inspirerende en meest strontvervelende... Academische eh, eh, omgevingen was die hij ooit had meegemaakt. Dus met Loent, daar zou ik. Hoewel dat in, in Niels Holgersson een prominente rol speelt, waardoor ik een, een, een gezonde ouderwetse sympathie voor Loent heb. Omdat de Raaf Bataki die woonde daar in de toren van Loent. En die had dat fluitje waarmee die uh, de rattenvangers. Uh, waar de rattenvangers mee werken. Maar goed, even dit terzijde. Nee, Loent dat. Uh, Sorry, dat is allemaal roddel. En ik geef toe natuurlijk, kijk, eh, ik heb al eens eerder gewaarschuwd dat je je persoonlijke ervaringen niet al te veel moet generaliseren natuurlijk. Of dat nu met de trein naar Wenen gaan is of maar. <laughs> ik zat in een onderzoeksinstituut in Mainz, daar heb ik een jaar gezeten. En daar was de kwaliteit van de, de zogenaamde steep zo heette dat. Die was enorm wisselend, want die was natuurlijk gevarieerd naarmate de Universitaire achtergrond van de stipendiaten. En ik kan je verzekeren dat dat verreweg de, verre de beste. Kan natuurlijk ook zijn omdat het allemaal Duits was. Waren de Duitsers. Die waren ook, ook gewoon uh, heel goed onderlegd. Ik weet nog goed dat ik, dat ik niet bleek te weten aan. en dat ik toch Cum Laude afgestudeerd was in de geschiedenis. Uh, wie Von Caprivi was. Nou, daar vonden ze wel een beetje lullig dat ik niet wist wie Von Caprivi was. Je hebt geen flauw idee wie Von Capri wie is. En ik denk dat er niet veel luisteraars zijn die dat zonder het op te zoeken. hij zeggen, oh, Von Capri, oh, natuurlijk, ja. Ja, ik ga het niet verklappen. Dus dat, uh, want anders zegt iedereen, ja, dat wist ik wel. Dat wist ik al heel lang eigenlijk, dat werk. <laughs> dus de Duitsers waren verreweg het beste. Echt uh, heel duidelijk. Ook, ook naar mijn gevoel waren die beter opgeleid in ieder geval dan ik was. Uh, qua, qua algemene kennis, in het bijzonder natuurlijk, van Caprivi is iemand die een rol speelt in de Duitse geschiedenis, maar ik ga niet zeggen waar en hoe. Uh, 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 en dan uh, had je, een, uh, hoe heet het, uh, Dat hadden we nog meer. Nou, de Nederlanders waren normaal en redelijk, althans in mijn ogen natuurlijk. Uh, de Amerikanen hadden een enorme handicap dat ze allemaal in de, op de formulieren hadden ingevuld dat ze fluent in German waren. Want dat moesten ze zijn, dan moesten ze namelijk in Koblenz naar het archief voor die Tweede Wereldoorlog, wat natuurlijk een heel populair archief was. En, nou, dat Duits dat, 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 dat van die... Ik heb wel eens gedacht wat die, wat die Amerikaanse stipendiaten, hoe die hoe die, die, Duitse, uh, die Duitse ambtelijke taal hebben gelezen daar in dat archief in Koblenz. Dan dacht ik altijd van, nou, ik hoop dat ze er snel een beetje bijgelezen hebben, want ik vertrouw het voor geen cent. En dan had je de Oost-Europese stipendiaten, die uh, munten vooral uit door het feit dat ze om hele andere redenen in mijn zaten, namelijk om eens even in het westen rond te kijken, om een heel goedkope auto te kopen die ze mee konden nemen naar Oost-Europa. En dan had je tenslotte de Scandinavische stipendiaten die gewoon, laat ik het eerlijk zeggen, heel matig opgeleid waren. Echt heel matig, dat merk je gewoon. Dus Zweden, daar heb ik niet zo hoge pet van op. Het gaat hier natuurlijk allemaal om historici van enige lei, aard of soort. Maar het was heel interessant, allemaal. ja. Ik zit toch wel te denken over ook dat Engels. Ik denk toch, toch dat heel veel uh, studenten van nu toch wel een voordeel hebben door dat internationale karakter. Even en dat over een is. kloot van. We hebben daar ook wel eens reacties op gekregen van mensen die dat beamen. Joh, mijn hele studie bestond in feite uit Engelse en Engelstalige boeken. En, en weet je waar die studenten allemaal over klagen? Al, al die Engelse boeken die ze verdienen omdat ze het Engels te moeilijk vinden. Ja, maar je moet het, je maar moet... We hadden altijd al klachten over James Joel. Ja. Heel leuk en voortreffelijk boek, maar dat vonden de studenten moeilijk. Maar er wordt op steeds meer plekken wordt er Engels gesproken, uh, bij bedrijven ook. Dat is toch wel echt zo hoor, met, met heel veel nou, mensen Nou, dat er... wordt, we kunnen met, met, omdat we mild zijn, kunnen we zeggen dat er Engels wordt gesproken, maar jij weet precies dat de zogenaamde company Engels, dat, dat je daar niet gelukkig van wordt. Ik bedoel, dat is Engels op het, op het simpelst denkbare niveau. Dat, dat, is, dat is, nou ja, nee, nou, daar kun, kun je in ieder geval geen dissertatie in het Engels schrijven die van enig niveau is. Maar ik was laatst bij een bedrijf en daar zie je dan de, nou wat oudere mensen en, en de, 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 de jongsten de, die net de arbeidsmarkt op zijn gekomen. Maar er is een aanzienlijk verschil tussen het Engels hoor. Oh, twijfel, maar dat ligt aan de media en aan de televisie en aan al dat soort van dingen. Ja, maar toch ook Overigens je... kan het Amerikanen geen reet schelen of je een accent hebt, 0,0. Ik heb doodgewoon in het Nederlands gestudeerd. Ik spreek prima Engels, prima Engels, overal bruikbaar. Oké, okay, en ze lachten jou niet uit? nee. Ik heb ze wel eens gevraagd, we hadden een cursus met voornamelijk Amerikaanse studenten. Ze zeiden, ja, nee, u spreekt prima-Engels. Het is een afschuwelijk accent, maar u spreekt prima-Engels. Dat zeiden ze. Vond jij prima? Ja, daar was ik wat tevreden mee, want ja, zo'n accent raak je gewoon niet kwijt. Of je moet daar gaan wonen, dan ben je het zo kwijt natuurlijk. Wat is het verschil tussen een accent van een Amerikaan uh, uit New York en die omgeving? En... Gigantisch en uit het zuiden. Ja. Een heleboel zwarte Zuidelingen daar sta je geen kloot van. Hoe klinkt dat dan? Ja, dat kan ik niet nadoen. Dat talent <laughs> heb ik niet, maar daar sta je niks van. Nee, maar in Amerika kunnen ze vrij makkelijk horen of jij uit het Noordoosten komt. Of dat jij uit het Zuiden komt. Of dat of je ook kunt horen of ze uit Californië komt. dat weet ik niet. Jo, neem nou Nederland. Een groot landje. Maar je kunt onmiddellijk horen of iemand uit Limburg komt. Ja. He? En... Uh, Vaak is het dan ook in de familiekring al heel geestig om dat dan even na te doen. Ja, sorry, ik, ik, ik bied hier mijn excuses voor aan, maar zo gaat dat dan. Uh, iemand die uit Twente komt, met al die ingeslikte ennen. Of mensen die uit het noorden komen, dat hoor je toch onmiddellijk? En dan zo'n piepklein landje, hè? Eh? Is toch heel, uh, jij hoort feilloos uit, uit welke regio van Nederland iemand afkomstig is. In Duitsland is. ook. Als iemand uit Bayern komt, is dat ook heel duidelijk te horen. Man, daar is geen kloot van te verstaan. <laughs> nee. Want in dat instituut, dat kan ik je nog wel vertellen. Uh, daar in Mainz had ik een voorgesprek met de directeur, de Freiherr von Aretien, Een Hele deftige man. Maar dat was een Beier. Nou ja, ik, ik, had toen, ik had toen nog natuurlijk was er nog niet een jaar geweest, dus ik had niet een zekere fluency, eh, om het eens even zo te noemen, opgebouwd. Yo, ik heb een half uur met die man zitten praten en ik heb er niets van begrepen. Maar ik ben een meester in. Ja, Dat je de indruk maakt dat je het allemaal yeah. prima kunt volgen yeah. zonder dat je er een woord van verstaan hebt. Ik vind het dat grappig. was vrij her van aardtien. Dus bij ieder land heb je dat dus wel een verschil tussen Noord, Zuid, West en Oost. Gigantisch. Ja. Wat is eigenlijk, gigantische verschillen. Wat is in Amerika eigenlijk de, de, zeg maar het, het, wat hier ABN is? Ik weet niet. Dat is natuurlijk in de meeste landen is dat de, tele, de nationale televisie. Dat is het ABN van de dag. Zo goed natuurlijk, je, je weet zelf. Dat als je, als je in Engeland bent, het aantal mensen wat BBC Engels spreekt, dat, die is heel, dat is heel beperkt, kan ik je verzekeren. Maar waar wonen die? Is dat dan je, van Londen? Je kunt Londenaars, eh, hoe heet dat nou, een cockney, daar kun je geen woord van verstaan. Mensen die in Yorkse komen, daar kun je geen woord van verstaan. Ik zwijg nog Ieren en Schotten. Dat klinkt ook hartstikke gek, toch? Ja, dat is toch. Eh, en Duitse Berlineristen, daar verstaan je geen woord van. Dus nee, dat, dat is... Uh, ja, Engels, wat is Engels? Engels, wat wij denken dat Engels is, is, is zijn 400 woorden die gebruikt worden in, in het commentaar op Luchthavens. Nee, wat ik de laatste al gezegd heb, dat is een soort Engels. Hmm, dat is, zogenaamd al die jonge mensen die jij kent, die zo geweldig Engels spreken en, en, enzovoort, die klagen allemaal steen en been over het eerste, de beste, wat, iets moeilijker boek in het Engels. Iets moeilijker. Ja, ik vraag me af of dat zo is. Nou, dat is in de praktijk. Was dat zo? Misschien dat het, ik. ben natuurlijk nu. Hoe is het? Ik uh, ben nu geloof uh, 13 jaar mijn pensioen of zo. Misschien dat ze ondertussen geniaal geworden zijn. Dat kan zijn. Maar ik was het toen niet van onder ja. de indruk van de beheersing. Vraag eens de dus deels. naar Wortelboer wat zij ervan vindt. Is dat is ook een mooi thema tussen uh, verschillende generaties. Ja, zeker. Maar het idee dat. Uh, een van de grootste misvattingen. Die in Nederland bestaat is dat Nederlanders geweldig Engels spreken. Wij zijn enorm handig in, in het je redden op de luchthaven. De simpele dingetjes, een brood gaan kopen, natuurlijk. Ja, dat heb je zo onder de knie. Maar Engels is een, is een schitterende, complexe taal met een reusachtige literatuur. Uh, dat is iets, dat is een totaal andere propositie dan die 400 woorden Engels die je moet, nodig ja. hebt om, om zeggen, het dagelijks verkeer niet te verhongeren. Ja. Nee, u spreekt prima Engels. Het is een afschuwelijk accent, maar u spreekt prima Engels. Een nieuw hoorcollege van Maarten. Als u even terugdenkt aan die jaren... dan weet u eigenlijk dat zich juist in deze periode... 89, 90, 91... een groot drama voordoet. In zekere zin een militair drama. Een geopolitiek drama. Want Irak bezet Kuwait... Over de rol van Amerika in de wereld na de Koude Oorlog. Dat leidt tot een reeks van op zichzelf amusante anekdotes. Want het is wel duidelijk dat eigenlijk de oude Bush niet meteen weet wat hij doen moet. Of hij, of hij meteen kordaat op moet treden. En, en dan wordt hij bezorgd door Margaret Thatcher. Je vindt het hoorcollege via de link in de show notes. Het werd al een tijdje geroepen, maar kwam nog niet uit. Maar nu schijnt het toch echt te gaan gebeuren. Er komt een crisis aan. En hoe overleef je nou zo'n crisis? Rutge Bremer, die weet er alles van. Hij deelt zijn tips en tricks in een nieuwe aflevering van Sea level De link staat in de show notes.